Ik moet toch wel heel veel... Godverdomme! Hey! Laat me met rust! Hey kijkers, mijn kanaal, dit is Turms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon. Ik ben hier zoals gewoonlijk weer met Lars. Ik krijg van deze man mijn HM04. En dat is natuurlijk... Strength. Als het is. Dat is nice. Ik heb strength. Yay! Ach, gefeliciteerd, jongen. En ik zie hier een Pokélul. Pokémon. Nou. Shadow Claw. Oh, dat is wel een sterke aanval. Shadow Claw. Heb je ook een Pokémon die het kan leren? Nee. Dat is nou wel kut. Je moet toch door die grot heen of kan je ook surfen? Ja, je kan er surfen erlangs, dacht ik. Ja, toch? Ja, jawel. En dan kom je bij Mahogany Town. Woehoe! Altijd al waar ik heb willen zijn. Go, Krabby! Totaal geen rare candy. Maar surfen. Nee hoor, het is helemaal legit gegaan. Oh, ik kan via screen cap. Ik zie Suicune! Uh-oh. Ga er wat aan doen. Ga hem vangen. Jezus, rent het beukt maar aan de kant, joh. Die Suicune toch. Oh, hier hebben we Eugène. Hallo Eugène. Van Divimove. Hey. Wauw. Wat is het? Nee, niks. Dat die er weer vandoor is, stombeest. Nou, dat ik niet lief van... Nee. Suicune. Oké, pak alle apricorns. Alle berries. Huppatee. Ga je er nog wat mee doen of niet? Wat, met die apricorns? Ja, ga je ze nog de kurt brengen? Weet niet. Jij wel? Nee. Heb je ze wel allemaal gepakt? Nee, voor mij heb ik die hele Suicune niet gezien. Oh. Voor mij heb ik er voorbij gerend. I don't give a shit about Suicune. I give a shit about badges. Het liefst zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. Mijn Pokémon zijn lekker hoger dan jouw nu. Ja, vind je gek. Die van jou, die hebben 20.000 kilo snoep naar binnen gewerkt. Jongens, ze hebben allemaal Sint Maarten gelopen. Hou op, ja. Sint Maarten was 2 weken geleden, man. Pest ze niet. Ik pest ze niet. Ze moeten gewoon normaal doen. Die beesten van jou. Waarom geeft deze man me geen keycard? Geef jij me een keycard. Hallo, als ik naar een stad wil, hoef ik niet met elke Jan en alle fietsbel te vechten, hè? Rot even op. Het zal wat gebeuren als je de bus zit naar Utrecht en met iedereen die je tegenkomt moet vechten. Ja, echt. Zo van, hey, I challenge you, kom op, vechten. Dat je nooit eens nee kan zeggen. Midorina. Oeh. Ah nee, deze koffing doet... dat is een terrorist koffing. Uh-oh, doet die explode? Nee, self-destruct. Stop een... Oh, 1 AP over. Fuck jouw koffing. Recht in je gezicht. Oh, GG, outplayed. Best wel behoorlijk, ja. Huppakee. Je weet zelf. Ik weet zelf, ja. Klopt. Ik zit deze game te spelen. Nee, je weet zelf. Ook weet zelf. Ik kijk ook met jou mee tegenwoordig. Ja. Met jouw game. Je hebt je screen delen nog aanstaan. Ik dacht, weet je, ik ben zo gul. Ik laat je gewoon meekijken, joh. Ja, kan ik zien waar je bent. Dat is wel leuk. Ik ga tenminste zien hoe erg je aan het falen bent. Als je het nou voor elkaar krijgt om deze game nog te verliezen... dan doe je echt iets fout. Nou, ik dat op zich niet. Kijk hoe ver jouw voorsprong was. Je had 2 volle badges voorsprong. Oké, okay, je hebt misschien 1 volledige aflevering zowat niks gedaan. Klopt. Om jou te helpen. Een halve heb je me geholpen en de halve ben je gewoon rond gaan durpen. Dus ja, mee eens. Alleen, het is nog niet vanzelfsprekend dat ik alsnog überhaupt een dikke kans maak nu. Ik moet toch wel heel veel... Godverdomme! Hey! Laat me met rust. Dat vindt de heren niet leuk, hoor. Oh, potverdomme. Wil je dat niet zeggen? Dat mag niet van de heren. Sorry. I don't give a shit. Maar wat ik bedoel, is het is niet vanzelfsprekend dat ik al automatisch gewonnen heb. Ik kan niet runnen. Nee, of course kan je niet runnen. Ik word net vermoord door een ratata. Nou, de kans is dat ik hier nog verlies, is nog best groot. Eigenlijk. Oké, Kulava, trap die ratata in elkaar. Lars, ik heb een probleem. Oh jee. Loop maar even naar de juf. Die heeft een schone broek voor je. Ja. Wat heb je nou weer gedaan? Krabby is dood. Vulpix is dood. Ik ben hier naar zuster Joy geweest. Ja, maar Vincent.
Hoe doe je dat? Ja, gewoon doen. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, niks aan de hand. Tackle is sterk zat. Ik sla die hele diklet in elkaar alleen maar met tackle. Hoppatee, tackle dat handeltje. Duk triootje. Ik zou echt wel een beetje moe worden voor jou. Op deze manier. Nou, hallo. Niet zo gemeen doen. Schil dat je mijn meester niet bent. Vliegen is ook niet sterk tegen grond, dus ik heb echt een probleem. Nee, sterker nog, vliegen is best wel zwak tegen grond. Oh, ik ga wel aan het probleem dan, mijn vriend. Ah, is doe aan het probleem? Ah, dat is niet goed. Nee. Dat is schade voor dich, aber dat is goed voor mich. Of zo. Oh, mijn Pokémon is bijna dood. Oh, kom, zusje Joy. Geef mijn Pokémon wat Joy en heal ze. Yay, dankjewel, Diklett, voor het raken van mij. Joh, ik vind je zo aardig. Sukkel, joe, weet zelf. Wat ik duk trio bedoel ik. Is je al dood? Nee. Dat gaat best wel slecht voor jou, hè? Je kan meekijken, ouwe, en dan vraag je mij of hij al dood is. Ja, man, ik ben toch veel te druk met het kijken of dat het wel goed gaat met mijn Electrode. Die bal die is hartstikke happy, man. Ik heb hem wel bijna. Ik ga wat revives kopen, ik heb veel te veel geld. Wee. Dat is 19.500 pokédollars, alsjeblieft. Oké, alsjeblieft. Zo, magnitude, level 8, GG. En een paar full heals erbij. Welke level is die Magnemite? Ik ben Magnemite, ik heb het over Ductrio. Oh, Ductrio, hoe kom je daar nu bij? Nou, daar ben ik niet meer aan het vechten. Sukkel, ga me eens even pakken dan, je. Ik ga gewoon een revive gebruiken. Het is echt bizar. Echt bizar met deze man. Hey Farco, doe je mee met Pokémon? Dat kon ik heel goed vroeger. Ja, ik zie het. Ik had echt dikke level Pokémon vroeger, hè? Ja, 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 ik geloof je direct. Alleen ben wel hard aan het falen, dus... Ik denk gewoon dat je stiekem meer hebt gespeeld. Nee hoor. Wel waar. Ik heb stiekem buiten de opnames getraind. Oh! Dat is niet waar. Oh. Ja hoor, gooi even lekker wat modder op Pidgeotto, vindt hij lekker. Ja, haalt Pidgeotto of modder worst? Op zichzelf. Circle. Ah, lekker. Lekker jezelf onderkwakken, heerlijk. Hier even lekker Nutsport, een gust over je heen. Een gust tegen een... Ja. Wat, hij is in twee klappen dood. Nou, dat vind ik prima. Ja, oké, is goed. En Pidgeotto is toch wel weer level up als het goed is. Hoppatee. Welke level is die Pidgeotto van je ondertussen? 22. Sowieso. Ja, zonder een snoepje. Deze, zo. Hij moest thuis blijven met Lampionnetje lopen. Deze Grimer, jongen. Kan iemand deze Grimer vermoorden, please? Grimer, dit poison! Foei, Grimer. Deze Grimer, echt irritant. Pidgeotto did not learn Twister. We gaan geen spelletje spelen. Nee? Nee, joh, geen Waarom Twister. Waarom niet? Hallo, die is gek. Waarom zou die Twister moeten spelen? Omdat het een dragon aanval is. Twister? Ja, Twister, ja. Mijn Gyarados heeft hem ook. Op Pidgeotto? Ja. Oh, dan had ik een dikke fout gemaakt dan. Oh. Hou maar op, niks zeggen. Dankjewel. Oh. Oké, Ductrio is dood. Doei, Ductrio. Het is toch om te janken, mensen. Kijk, tenminste, ik moet hier van huilen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik moet hier echt een beetje van janken. Yay, Mahogany Town. Woehoe. Yay. Eindelijk even met zuster Julie flirten. Hey, Arnie belt. Meidje, ga mijn ballen resetten. Ja, mag ik eens even aan je ballen zitten? Hallo. Even aan mijn pokeballen. Hey, zuster Joy. Even mijn Pokémon ballen. Oh! Sorry. Ik snap hem niet. Snap je leg niet? Uit. Nee, leg uit. Ik ga niks uitleggen. Oké. Okay. Vulpix loopt weer achter mij. Nice. Kom, Vulpix. Kaartje kut. Nou zeg.
Nou, op naar meneer Garidos. Garidos. Jij hebt het veel slimmer gedaan, want jij hebt namelijk Sudowoodo gehouden. Dat is super, super chill van je. Sudowoodo? Dit is wel een port dan, dat is cool. Ik ga even deze truus ook in elkaar tikken. It's super fun to have Pokémon. Yep. Ik ga gewoon overal een flamethrower op spugen. Hier, flamethrower op je bak. Alsjeblieft, slash. Op zich allemaal best wel voor de hand liggende Pokémon. Sandthrew, Sandslash, Diglett, Duck Trio. Mm-hmm. Alleen Vulpix snap ik niet. Vulpix? Ja. Zal ik eens van jou opzoeken waar dat vandaan komt? Nou, gok eens. Wat zou je gokken? Ik zou gokken... van vulkaan. Ja, van vuur. Vuur en pix zal wel 6 betekenen. Vulpix, name. Misschien door die 6 staarten dan. Even kijken hoor. Vulpix. Name origin. Waar komt Vulpix vandaan? Vulpix is een combinatie van Vulpes, Latijn voor vos, en Six. Oh. Nou, kijk aan. We hebben geleerd. Nou, dan weten we dat Vul dus Latijns is voor vos. Ja, Vulpes. En Six is 6, dus Vulpix. Yay! Nou, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Pokémon. Vond je dit leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Ik heb je Team Rocket al ontmoet, maar dat gaat allemaal goed komen. Vergeet niet te abonneren op Vaco Games, mijn kanaal Dutch Terms. En vergeet even niet te kijken op Vaco Games, want wij gaan binnenkort een nieuwe serie doen met z'n tweeën. Maar we gaan lekker niet verklappen wat. Dus sowieso gaan kijken. Dus mensen, tot de volgende keer. Druk op het duimpje omhoog. Nieuwe Pokémon's. Ik ga nu geen herkennings meer gebruiken, net zoals de vorige keer. Maar ja, we hebben ze gebruikt. We zijn verder. En we gaan een inhaalslag maken op Vaco. Tot de volgende keer. Ciao! Yo!